Hoi allemaal, hier dan eindelijk het beloofde 3D kuikentje. Het duurde even, ik was maar niet tevreden over het resultaat. Ik wilde een beetje een dik kuikentje, maar er liggen hier heel wat afgekeurde kuikentjes. Ik vond ze niet schattig genoeg. Ik hoop dat jij deze wel schattig vindt. Ik ben in ieder geval tevreden. En ik heb er ook nog een eitje bij gedaan. Een paaseitje. Nou, dat was gelukkig niet zo lastig. Dit eitje is gebaseerd op het 3D-eitje wat ik al op YouTube heb staan. En je kan dus zelf kiezen of je het eitje erbij doet. Of dat je alleen het kuikentje maakt. Voor het eierdopje maak ik een andere video. Het aantal elastiekjes heb ik nu nog niet voor jou paraat. Maar ik zal het in de beschrijving onder deze video zetten. Veel succes! Mocht jij een verstelbare loom hebben, dan raad ik je aan om de middelste rij te verwijderen en ook die grote blauwe onderkant. Dan heeft je kuikentje de ruimte om naar beneden toe te groeien. Maar ik heb het kuikentje ook uitgeprobeerd met de middelste rij erin. En dat lukte, een beetje dringen al die elastiekjes, maar het lukte wel. Dus zo ga ik het kuikentje nu voordoen, zodat ook mensen met een niet verstelbare loom dit kuikentje kunnen maken. Je hebt 5 pinnen nodig aan de ene kant en 5 pinnen nodig aan de onderkant. Verder maakt het niet uit waar op de loom je wilt beginnen. Ik begin een beetje in het midden, dat ik dus deze 5 pinnen kan gebruiken. En het eerste elastiekje, daar ga je mee oversteken met een draai in het midden. Daarna ga je 4 keer aan de bovenkant naar rechts. Ook weer met een draai in het midden. En dat is alleen voor de eerste laag. Daarna gaan we geen draai meer in het midden doen. 3 en 4. Dan gaan we oversteken naar beneden, draai in het midden en vervolgens maken we het beneden dicht. Het maakt niet uit of je hier begint of daar begint, als alle pinnen maar gebruikt zijn. Nu gaan we een laag hier bovenop plaatsen. Dit is dus de eerste laag en de laag die we er bovenop plaatsen, daar doen we geen draai meer in. Dus je gaat weer helemaal rond. En deze keer zonder draai. Enkele elastiekjes. Alleen maar enkele elastiekjes gebruiken we. Je hebt nu op elk pinnetje heb je 4 lijntjes boven elkaar, 4 elastiekjes, en je haakt de onderste 2 naar het midden. De laag die je net als laatste hebt geplaatst, dus zonder draai erin, die laag moet blijven zitten. Daarom is het belangrijk dat die elastiekjes in de goede volgorde boven elkaar zitten, omdat je anders de verkeerde elastiekjes zou kunnen haken. Maar anders moet je gewoon altijd aanhouden, de laatste laag, die moet blijven zitten. Duw het naar beneden. Dit was de eerste keer haken. En in totaal gaan we 7 keer haken en voor de 8e keer haken gaan we vleugeltjes toevoegen. Dus de komende rondes blijven hetzelfde. Ik haak nog even met je mee en daarna ga ik versnellen. Dus laten we zeggen dat dit ronde 2 wordt. Ik weet dat DIY Mommy ook de basis meetelt, dus die elastiekjes met een draai in het midden. Dat doe ik nu niet. Dit is dus ronde 2 en bij ronde 8 gaan we vleugels toevoegen. Dus je gaat weer helemaal rond, enkele elastiekjes zonder draai in het midden. En als je helemaal rond bent gegaan, dan heb je weer 4 elastiekjes boven elkaar per pinnetje. En je haakt per pin de onderste 2
over de pin naar het midden. En wederom, de laag die je net geplaatst hebt, die bovenste laag, die laag moet blijven zitten. Hier zijn ze een beetje door elkaar heen gegaan, dus daar moet je even op letten. Dat je wel de juiste twee elastiekjes haakt. Dit was ronde nummer 2. Gaan we elastiekjes plaatsen voor ronde nummer 3. Die haak ik nog met je mee en daarna ga ik de video versnellen. En dit ontwerp is gebaseerd op het kuikentje in ei van Elegant Fashion 360. Het kuikentje, dus zonder ei, is samen met het haasje van haar, zijn dat de eerste figuurtjes die ik heb gemaakt. Ik ben weer helemaal rond gegaan en ik haak nu per pin de onderste twee naar het midden. En als je de video van dat kuikentje alleen hebt bekeken, dan zeg ik ook op een gegeven moment van, dat je het kuikentje ook dikker kan maken. Zij wilde ook een wat dikker kuikentje. Dan moet je dus van die verbredingsstukjes moet je dan aan de zijkant doen. En dat heb ik in die video niet gedaan. Dan verwijs ik naar haar video, omdat ik bang ben dat het te moeilijk is. Ik had niet kunnen vermoeden wat er daarna nog allemaal met mijn kanaal zou gebeuren. Nou, dit was ronde 3. En nu ga jij er zelf, ik ook, maar dan met de camera uit, nog 4 doen, zodat je 7 rondes hebt gehaakt. En dan gaan we voor ronde nummer 8 gaan we de vleugeltjes toevoegen. Veel succes en tot zo! We gaan beginnen aan ronde nummer 8 en we gaan eerst vleugeltjes maken. 1 vleugeltje voor hier en 1 vleugeltje voor de andere kant. Dat gaan we doen met alleen de haaknaald. Je begint met een enkel elastiekje en dat doe je 3 keer op je haaknaald. 1 en 2 en 3. En dan pak je 2 elastiekjes. Zet die 2 op je haak en trek ze door die 3 ringetjes heen. Kijken of ik het wel scherp kan krijgen. Dus die 3 ringetjes zitten nu op die 2 elastiekjes. Alle lusjes op de haak, dat zijn er nu 4. Dan pak je 1 elastiekje. En die 4 ringetjes van die haaknaald breng je over op dat 1 elastiekje. En nu ben ik hem kwijt, dus ik moet het even nog een keertje doen. Herkansing. Die 4 ringetjes gaan op dat ene elastiekje, ja. En vervolgens gaan die 2 lusjes van dat ene elastiekje nog een keer op een enkel elastiekje. En dat is het elastiekje wat je op de loom gaat plaatsen. Op deze 2 pinnen. Dus hier is de ene kant en dit is de overkant. Hetzelfde gaan we doen voor deze 2 pinnen. Enkel elastiekje, 3 keer op je haaknaald. 1, 2 en 3. Dan 2 elastiekjes op je haaknaald.
en die drie ringetjes overbrengen op die twee elastiekjes. Vervolgens één elastiekje. Op je haak zetten, spanning erop houden en die vier ringetjes overbrengen op dat ene elastiekje. En net als bij het ene vleugeltje, het eerste vleugeltje, gaat het hier mis bij mij. Zo. En tenslotte nog een enkel elastiekje waar je deze twee ringetjes op zet. En dat is het elastiekje wat we hier gaan plaatsen. En we gaan dit kuikentje straks binnenstebuiten keren. Dus het is de bedoeling dat die vleugeltjes zo meteen wel naar binnen wijzen. En anders krijgen ze nog wel naar die kant. Maar het is het gemakkelijkst als je het meteen doet. Dus op deze twee pinnen en op deze twee pinnen hebben we al een elastiekje. En dan gaan we alleen nog de lange zijdes opvullen. Dus hier aan deze kant 4. En aan de overkant ook 4. En dan haak je weer de onderste twee van de vier elastiekjes naar het midden. Hier zit ze bij mij niet goed. Dus ik moet even zorgen dat die bovenste laag ook echt boven zit. En dan pak ik die onderste twee op. Voordat we ronde nummer 9 gaan haken, gaan we inkrimpen. En dat doe je als volgt. De elastiekjes van de hoeken, dus die twee ringetjes, die gaan naar het midden. En dan haak je die elastiekjes die al op die pin zitten, haak je over die nieuw geplaatste elastiekjes heen. Ik ga het je gewoon laten zien. Dat is toch beter. Dus deze twee op de hoek til ik op. Laat ze niet schieten. En die gaan vervolgens op dit pinnetje met z'n tweeën. Let op dat je ze ook echt op die pin zet. Zo. En dan haak je die twee elastiekjes die al op die pin zaten over de nieuw geplaatste elastiekjes heen. Hetzelfde doen we hier. Deze twee ringetjes van de hoek gaan een pin naar rechts. En als ze erop zitten gaan deze twee elastiekjes daar overheen. Dus deze twee til je op. Die verplaats je naar het midden. Dus één pin naar rechts. Dan heb je nu 4 elastiekjes boven elkaar en die onderste twee gaan over de pin naar het midden. Datzelfde doe je aan de andere kant. Ik zal hem nu even draaien. Hoewel ik er dan eigenlijk minder goed bij kan. Omdat nu de opening aan de linkerkant zit. Maar ik ga het proberen. De hoek til ik op, die twee ringetjes. En die plaats ik op de pin links daarvan. Dan zie je nu 4 laagjes boven elkaar. En die elastiekjes, die onderste twee die al op die pin zaten, die gaan over de pin naar het midden. En dat doen we ook met deze hoek. Oh, daar gaan we al. Zo dan maar. Deze twee gaan een pin naar rechts. Let op dat je ze ook echt goed op die pin zit. Zet met z'n tweeën. En als ze erop zitten, dan pak je die onderste twee lusjes op. Dat moet toch vanaf deze kant. En die gaan over de pin naar het midden. Ronde nummer 9 is een ronde elastiekjes plaatsen. Maar let op, deze twee pinnen doen niet mee. Het gaat nu om deze 6. Dus dat je niet de neiging hebt om die elastiekjes zo te plaatsen. Dat moet je gewoon even negeren. Vleugeltje naar binnen, zo. Hier ga je rechtdoor. En dan ga je 2 keer naar rechts. En dan steek je ook weer rechtdoor over. Dus zo. En vervolgens maken we het hier dicht. Dus in totaal plaats je 6 elastiekjes.
En dan heb je per pin weer 4 ringetjes en haak je de onderste 2 naar het midden van de 4. Dus deze 3 haak je en deze 3. Ik weet niet wat er beneden gebeurt, maar mijn man maakt herrie. Met de afwasmachine. Dus dat is goed, dat hij bezig is met de afwasmachine. Ik heb nu deze ronde gehaakt. Ik ben helemaal van mijn apropos. Deze ronde is gehaakt en nu gaan we het snaveltje toevoegen. Voor het snaveltje heb je 2 oranje elastiekjes nodig. Althans, als je ook een oranje snaveltje maakt. En het eerste elastiekje zet je 4 keer op je haaknaald. 1 en 2, 3 en 4. 4 ringetjes op je haaknaald heb je nu. Zet ze een beetje naast elkaar, die ringetjes. En dan pak je weer een oranje elastiekje, dat vouw je dubbel. En je brengt die 4 ringetjes over op dat dubbel gevouwen elastiekje. En dan gaan alle lusjes op de haak. Dat zijn 4 kleine ringetjes. Vervolgens pak je een enkel geel elastiekje. Dat trek je door die 4 kleine ringetjes heen. En dan gaan we dit elastiekje wat ik nu vast heb op dit pinnetje en dit pinnetje plaatsen. Dus dit is de ene kant en hier de andere kant. En nu gaan we weer een ronde elastiekjes plaatsen op die 6 pinnen alsof dit er niet op zit. Dus dat betekent dat van dit pinnetje ga je naar dit pinnetje. En vervolgens van dit pinnetje naar dit pinnetje. Hier. Dan ga je oversteken. De vleugeltjes een beetje eigenwijs hier. Dat moet naar binnen. Zo, hier zijn we nu overgestoken. Andere kant ook maar meteen oversteken. En hier dichtmaken. Oh, hij wilde niet. Dan zijn we weer helemaal rond gegaan. En dan haak je aan de voorkant. Daar heb je nu niet 4 elastiekjes, maar 5 elastiekjes boven elkaar. Ik ga even de volgorde goed zetten hier. Nu haak je de onderste 3 naar het midden. Dat betekent dat je dat elastiekje waar dat snaveltje op zit, dat je dat zometeen ook naar het midden gaat haken. Dus de onderste 2 gaan naar het midden en ook dat elastiekje van het snaveltje gaat naar het midden. En dan hou je er dus 2 over. En datzelfde doe je hier aan de andere kant. Heb je er ook 5. Dus eerst gaan die 2 naar het midden. En tenslotte dat elastiekje van het snaveltje gaat ook naar het midden. En dan hou je er 2 over. En dan hier bij dit pinnetje mag dat snaveltje over de pin heen. Want dat moet toch naar binnen wijzen, omdat we het kuikentje binnenstebuiten gaan keren. En dan hou je er 4 over. En haak je weer de onderste 2 over de pin naar het midden. En dan ga je nu naar de overkant. En daar heb je gewoon weer 4 elastiekjes boven elkaar, wat je de hele tijd al had. En haak je de onderste 2 over de pin naar het midden. Oh, dat was mijn blauwe onderkant. Nou, het valt mee. Ik dacht, dat wordt lastig, maar hij zit er alweer op. Dan zijn we nu aangekomen bij de ronde voor de oogjes. Ja, en dat vond ik heel erg lastig. Want ik vond de oogjes te groot als je dus een zwart elastiekje 4 keer om je haaknaald doet en dan overbrengt op zo'n geel elastiekje. Dus ik heb wat anders bedacht, maar daarvoor moet je wel een elastiekje kapot knippen. Of kapot trekken, maar als je dat niet wil, dan ga ik je eerst laten zien wat je dan kan doen. We gaan de elastiekjes voor de oogjes gaan we op deze pinnen plaatsen. Hier een elastiekje met een oog en hier een elastiekje met een oog.
Nou, wat je kan doen is dus, wat we meestal doen, 4 keer een zwart elastiekje op je haaknaald. En dat overbrengen op een geel elastiekje. En dan dat elastiekje op deze 2 pinnetjes plaatsen. Dat kan en dat is ook leuk. Maar ik heb naar fotootjes of naar kuikentjes, paaskuikentjes gezocht op internet, afbeeldingen. En dan kwam ik kuikentjes tegen met hele kleine oogjes. Dus ik dacht, nou, ik probeer een keer wat anders. En dat is dat je een knoopje legt. Dan heb je even een schaartje nodig. Dan knip je een elastiekje kapot. En dan gaan we een knoopje maken op dit elastiekje. Het gevaar hiervan, ik ga dus het elastiekje knopen en daarna kort afknippen. En het gevaar is natuurlijk dat als je dat elastiekje kwijtraakt, dan heeft je kuikentje geen oogje. Dus als je voor veilig gaat, dan doe je het op deze manier. Maar anders doe je het elastiekje... Oh, nou kijk. Ik wou zeggen, ik trek hem onder dat elastiekje door, dat gele elastiekje. Maar hij krult er al vanzelf onderdoor. Zo. En dan maak je een knoopje. Alsof je je veter strikt. Dus een enkele knoop. En vervolgens doe je hem nog een keer hier onderdoor. Deze kant op. En de andere kant. Ik doe het even met mijn haaknaald, zodat ik het wat beter kan laten zien. Dus ik heb hem nu nog een keer onder dat elastiekje doorgehaald. En dan maak je hem weer een keer een knoopje. Goed aantrekken. En nog een keer een knoopje. Dus nu maak je een dubbele knoop. Als je hier geen trek in hebt, dan doe je dat gewoon niet. Dan doe je het op deze manier. Het is meer iets van mij dat ik gewoon graag een kleiner oogje wilde hebben. En ook om dit eens uit te proberen. Dus ik heb nu goed strak aangetrokken en nu ga ik hem kort afknippen. In de hoop dat hij niet losschiet. Zo. En dan gaat dit oogje eraf. En dit oogje erop. En dan probeer ik, dit wordt de binnenkant, dus probeer ik dat knoopje een beetje naar de buitenkant te draaien. Maar niet te veel aan rommelen aan het knoopje, want als hij eenmaal zit, dan zit hij. Ik kan het ook beter gewoon met het elastiekje doen. En anders dan heb je misschien kans dat je hem kapot trekt. Of ik bedoel natuurlijk dat je hem los trekt. Nou, zo dan. Volgende. Ik plaats hier weer een elastiekje en schaartje erbij. En dan knip ik dit elastiekje, zwart elastiekje, open. 1 keer onder dat gele elastiekje door. Knoopje maken. Dat is 1. Nog een keer eronder door. En deze naar de andere kant. En weer een knoopje maken. Dat is 2. Goed aantrekken deze. En de volgende heel goed aantrekken. Die dubbele knoop. Want nu gaan we hem afknippen. En oogje nummer 2 kan er ook op. Ik had hem natuurlijk anders moeten knopen. Oh nee, deze komt goed. Ik kan dit aan de buitenkant. Tadaa! Nou, dan gaan we dit weer dichtmaken. Dus hier hebben we elastiekjes opgezet. Hier gaan we oversteken.
aan de andere kant dichtmaken. En vervolgens weer haken. De onderste twee van de vier naar het midden. Dan gaan we zo meteen nog één ronde haken en dan gaat het kuikentje van de loem af. Nee, dat zei ik verkeerd. We gaan nog twee rondes haken, sorry. Ik was vergeten dat ik er weer wat anders had bedacht. Dus nog een keer een ronde elastiekjes plaatsen. En dat komt omdat ik denk ik al een stuk of, wat zal het zijn? 6 probeerkuikentjes gemaakt heb. En iedere keer weer wat veranderd en dan weer opnieuw proberen en kijken hoe dat eruit ziet. Dus op een gegeven moment raak ik soms even de draad kwijt. Elastiekjes hebben we geplaatst en je haakt weer de onderste twee naar het midden van de vier. En ik zal je zeggen wat het dan is wat ik bedacht heb. De laatste ronde doe je met dubbel gevouwen elastiekjes. En dat doen we om het hoofdje mooi af te sluiten hier. Doe je dat niet, dan heb je hier wat meer van die losse lusjes. Dus dit is iets lastiger haken en straks als je hem van de loem afhaalt is ook wat lastiger. Maar het geeft echt wel een mooier resultaat. Dus je gaat nu weer helemaal rond, maar deze keer met dubbel gevouwen elastiekjes. En dit is echt de laatste ronde, echt. En ook aan de overkant. En dan zijn we weer helemaal rondgegaan. En haak je per pin de onderste twee elastiekjes naar het midden. En dan blijf je met 4 kleine dunne ringetjes over. Dan blijven er 4 dunne ringetjes over. Dat is van die dubbelgevouwen elastiekjes. Dus de niet dubbelgevouwen elastiekjes, die onderste twee, gaan over de pin naar het midden. Hier heb ik er eentje, dat klopt niet. Nou, hier is die andere. En nu kan je kuikentje van de loem af. En omdat het dubbelgevouwen elastiekjes zijn, die dus wat strakker staan, is het beste om hiervoor 2 haaknaalden te gebruiken. En als je die niet hebt, pak dan voor één kant een satéprikker. Of misschien heb je nog zo'n klein haaknaaltje uit een zakje elastiekjes. Niet van Rainbow Loom, er zitten vaak van die plastic haaknaaltjes bij. Maar het is makkelijker als je nu deze 6 pinnen verdeelt over 2 haaknaalden of instrumenten. Ik weet niet, ik kan niet even op het woord komen, maar ik ga het je gewoon laten zien. Dus ik haal eerst de ene kant nu van de loom af. DIY Mommy heeft het altijd over holding instruments. Nou, dit is 1. Oh, sorry. 2e haaknaald erbij. Of misschien in jouw geval een satéprikker. En dit is 2. Zorg dat ze goed naar achter zijn geschoven. En dan trek je het kuikentje voorzichtig van de pin af. Misschien ben jij zo slim geweest om met de haaknaald de buitenkant los te maken. Nou, dit ziet er natuurlijk nog niet uit als een kuikentje. We gaan eerst deze elastiekjes op een ander elastiekje zetten. Ik gebruik er eentje, maar je kan ook 2 gebruiken. Dat ene elastiekje zet ik op de haaknaald, 1 van de 2. Deze schuif ik even verder om te voorkomen dat ze los schieten. En dan breng je die kleine lusjes, die dubbelgevouwen elastiekjes over op dat ene elastiekje. Neem je tijd. Dat je zeker weet dat al die ringetjes op dat ene elastiekje komen. Dit is 1. Nu schuif ik deze wat verder. En dan kan het lusje van mijn wijsvinger op de andere haaknaald. En als je maar 1 haaknaald hebt, dan zou ik dit lusje even overzetten op wat anders.
op een saté prikken weer, zodat je deze haaknaald kan gebruiken om te helpen om dan deze ringetjes op dat lusje te krijgen. Je kan ze ook optillen, als je het met de saté prikker doet, optillen en dan zo op dat ene elastiekje krijgen. Nu zit alles op één elastiekje. Ik doe nu beide lusjes op de haak. En dan maak ik een knoopje door het achterste ringetje over de haak heen te halen, los te laten en dit goed aan te trekken. Nou, dit was een mooi 3D kerstklokje geweest. Maar dat is het nu niet. We gaan het omkeren, binnenste buiten keren. Buitenste binnen. En dan komt hopelijk ons kuikentje tevoorschijn. De pootjes gaan we zo maken. Eerst gaan we het kuikentje opvullen. Ik heb helaas geen wol in huis, anders zou ik dat gebruiken. Dat vind ik heel fijn. Dus ik gebruik nu wat andere elastiekjes wat ik losjes in elkaar haak. Zodat ze niet weer uitspringen op het moment dat ik ze erin doe. Dus het maakt niet uit hoe ze in elkaar zitten, als ze maar een beetje zo in elkaar blijven zitten. Ik heb alvast wat elastiekjes in elkaar gehaakt. Ja, en dan moet je eerst even zorgen dat je dat hoofdje opvult. Zo. En dan goed bij het nekje dat dat het hier niet te dun is. Dat je niet zo'n heel apart kopje krijgt, maar dat het een beetje een wat dikker kuikentje is. Oh, het duwt er weer uit. Dat is niet de bedoeling. En wat ik vergeet te zeggen, dat als je wil, als je een vulling hebt die er niet uitvalt, dan zou je hem aan de onderkant open kunnen laten. En dan kan je hem ergens opzetten. Als topper. En dat ga ik nu niet doen. Dus ik ga even verder met vullen en dan ga ik de onderkant dichtmaken. Om de onderkant dicht te maken moet je het begin zoeken. En dat is even lastig, maar het goede nieuws is dat al deze lusjes vastzitten. Dus dit kan je blijven overdoen. Je hoeft niet bang te zijn dat je lusjes laat glippen. En het maakt ook niet uit als je niet precies de goede lusjes te pakken hebt. Maar als je dit een beetje zo van elkaar trekt, dan zie je hier een baan lopen. Even weg dat losse elastiekje. Je ziet een baan lopen. En daarboven heb je twee ringetjes. Nou, die wil je hebben. Dan schuif je eentje op, zoek je weer die baan op. Zie je dat streepje in het midden? En dan pak je de volgende twee. En nogmaals, als je een keer niet de juiste elastiekjes te pakken hebt, dan maakt dat niet uit. En dit bedoel ik nu met elastiekjes die weer eruit vloepen. Nou, het laatste maar. Zometeen probeer ik ze terug te stoppen. Eerst probeer ik even al die lusjes op mijn haaknaald te krijgen. Dus ik ga gewoon zo dat rijtje af. Ik heb hier weer een baan. En die twee elastiekjes daarboven, die pak ik op. Wordt een beetje dringen op die haaknaald. Even kijken, hier ook nog. Of ben ik er al? Dat is even lastig te bepalen. Nee, deze moet er ook nog erbij. Zo. Nou, dan heb je hier een gaatje waar je nog mooi de laatste vulling in kan stoppen. Mocht je nog niet tevreden zijn voor wat betreft het buikje van je kuikentje. Nou, ik vind hem goed zo, hoop ik. En dan pak je een enkel elastiekje. Of misschien wil jij liever twee. Ik gebruik er eentje. En die zet je op je haak. En dan breng je al die lusjes over op dat ene elastiekje. En als dit misgaat, het maakt niet uit. Je hoeft niet bang te zijn dat je dan opnieuw moet beginnen. Want deze lusjes zitten toch allemaal vast. En dat scheelt weer.
als ze allemaal erop zitten, dan doe je beide lusjes op je haaknaald. Dan kan je nog even controleren of je ze ook echt allemaal hebt. Ik twijfel. Ik heb nog even goed gekeken, even met de camera uit. En deze lusjes hier, die moet ik nog hebben, deze twee. Dus, oh, sorry, deze twee. Dus die pak ik nu op mijn haaknaald en dan trek ik dit lusje ook nog door die lusjes heen. En nu heb ik ze allemaal. En dan maak ik een knoopje door dat achterste ringetje over de haak heen te halen en los te laten en dit aan te trekken. Maar je ziet dat het niet uitmaakt als je niet meteen alle lusjes in één keer hebt. Nou, als je hem goed hebt aangetrokken, ga je dat lusje verstoppen. Haaknaald er weer in. En dat losse lusje naar binnen trekken. Net zolang tot hij helemaal weg is. En dan is je kuikentje bijna klaar. Ik wou zeggen, dan is dit je kuikentje, maar dat is nog niet zo. Breng hem even in model. En dan gaan we nog pootjes geven. 6 oranje elastiekjes. En het eerste elastiekje zet je 4 keer op je haaknaald. 1, 2, 3 en 4. En dan pak je weer een elastiekje, dat vouw je dubbel. En dan breng je die 4 ringetjes over op dat dubbelgevouwen elastiekje. Alle lusjes op de haak. En dan pak je 1 elastiekje. En dan breng je die 4 kleine ringetjes over op dat ene elastiekje. Ik heb nu 2 lusjes op de haak. En dan breng ik die 2 lusjes even over op mijn wijsvinger. Misschien wil jij het ergens op bewaren, maar ik vind het zelf altijd gemakkelijker. En dan zorg je dat je haaknaald, je kijkt even waar die pootjes wil hebben. En dan zorg je dat je haaknaald op deze manier in dat lijfje steekt. Op de plek waar je het voetje wil hebben. Dat maakt niet zo heel veel uit of je nou 2 ringetjes vast hebt of 3. Die 2 elastiekjes op je haaknaald, trekt hier door die 2 of 3 ringetjes heen. En dan doe je dat pootje door die 2 oranje ringetjes van je haaknaald. Dus dit moet wat wijder. Zo. En dan duw je dat pootje er doorheen. En dan zit hij vast. Ik ga het je nog een keer laten zien voor het andere pootje. Eerst elastiekje 4 keer op je haaknaald. Het tweede elastiekje vouw je dubbel. En breng die 4 ringetjes over op dat dubbelgevouwen elastiekje. Alle lusjes op de haak. En dat derde elastiekje trek je door die 4 kleine ringetjes heen. Beide lusjes op de haak. Even overbrengen, bewaren op iets anders. En dan kijk je waar je dat pootje wil hebben. Nou, ik ga hem hier doen. Misschien is die te ver naar buiten, maar dat zie ik dan zo meteen wel. Die 2 oranje ringetjes op je haak zetten. Door het lijfje heen trekken. En vervolgens doe je dat pootje door die 2 ringetjes die nu op je haaknaald zijn. Dus dan zie je een gaatje en daar doe je dat pootje tussendoor. Lastig om dat te laten zien. Misschien als ik hem overbreng op mijn vinger. Zo. Nou, dan moet je even kijken of je tevreden bent, hoe ze zitten en zo niet. Dan haal je hem los en dan probeer je het nog een keertje. Ik vind het prima zo. En dan vind ik het leuk zelf om hem nog een beetje in te duwen, zodat hij wat dikker wordt. Het snaveltje zit los, dus misschien moet je die ook even goed op zijn plek zetten. De vleugeltjes langs het lijfje zetten. En helaas kan het kuikentje niet zelfstandig staan. Dat is mij nog niet gelukt. Dus als je hem neer wil zetten, moet het kuikentje wel een beetje ondersteund worden. Ik hoop dat het allemaal is gelukt. Dankjewel weer voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!